Arnhemmer Koen Matas heeft een bijzondere app ontwikkeld, HopJob. Wat kun je daarmee? Hij vertelt er meer over. Wat is HopJob? Nou, HopJob is een klusjesplatform. Hierop kun je dus de klusjes plaatsen en vinden. Dus zowel voor, het is voor iedereen dus. Hoe komt contact en een afspraak tot stand? Nou, zodra iemand op zich aanmeldt op HopJob, dan wordt hij ook gevraagd zijn profiel in te vullen. En daarop ja, geef je contactgegevens doe je erop en je legt uit wat je bent of wie je bent, waar je naar op zoek bent. En vervolgens als je een klusje geplaatst hebt en iemand daarop reageert en jij neemt diegene aan, dan krijgt diegene jouw contactgegevens te zien en dan kunt u buiten de app met elkaar overleggen. Hoe weet je zeker dat mensen die voor jullie klussen betrouwbaar, ervaren en kundig zijn? Ja, dat is een moeilijk iets, zeker in het begin. Maar we hebben een systeem opgezet, zodra mensen dan een klusje hebben gedaan, dan kunnen die elkaar beoordelen. Dus zodra ik een klusje voor iemand heb gedaan, dan geeft hij mij een beoordeling over de kwaliteit van het klusje, of ik wel op tijd was en of alles goed is gegaan. En vervolgens, als ik me dan aanmeld voor een ander klusje, kan iedereen die beoordeling zien die ik heb gekregen. Wat zijn de kosten? Wat is het uurloon? Nou, het uurloon is eigenlijk wat jij graag voor het klusje over hebt. Dus als ik zeg, ik wil graag dat iemand mijn tuin maait, maar ik heb er 10 euro voor over en duurt 2 uur. Als ik me dan aanmeld, dan ga ik er al eigenlijk mee akkoord dat ik 10 euro krijg voor 2 uurtjes. Waar kunnen mensen de app vinden? Ja, de app is zowel te vinden op de iOS Play Store en de App Store.